bij Koken bij Dree. Deze week gaan we helemaal Frankrijk in huis halen, zeg maar. We gaan lekkere Franse gerechtjes maken. En we gaan beginnen met coq au vin. En ja, au vin. Daar gaat een heleboel wijn. Maar eerst gaan we even handen wassen. Bonne fête à toi. Bonne fête à toi. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête à toi. Ja, we hebben hem ook in het Frans geleerd, jongens. Dus we zingen hem in het Engels, we zingen hem in het Italiaans, we zingen hem nu in het Frans. Welke talen komen er nog meer bij? Nou, de handjes zijn in ieder geval helemaal schoon. Maar onthouden, hè, bonne fête à toi. Dat is happy birthday to you. En France, oui oui. Wat hebben we allemaal nodig voor die coq au vin? Nou, een coq, dat is een kippetje. En het kippetje gaat dus in de wijn. Nou heb ik hier bloem. Waar ik lekker heel veel peper aan toevoeg. En ik heb er ook al zout in gedaan. Nou kijk eens jongens, ik heb mijn ringen om. Dat kan echt niet. Zo. En waarom kan dat niet? Omdat er dan allemaal viezigheid onder kan gaan zitten. Waaronder bijvoorbeeld de bloem. Nou, dit is dus bloem met peper en zout. Nou, die ligt lekker klaar. Ik heb al lekker een uitje gesneden. Ik heb een lekker knofje gesneden. Dit zijn charlotjes, moet alleen de topjes nog af. Nou, hier heb ik nog meer bloem met boter. Zo, en de boter is lekker zacht aan het worden. En dan moet je dat eventjes door elkaar kneden. Want straks, dan zie je dat we ook een sausje maken bij de coq au vin. En dat sausje moeten we gaan binden. En dat binden we gewoon koud. Door boter een beetje zacht te laten worden. En daar dus bloem doorheen te kneden. Het is een beetje een gepriegel. Dus ik leg hem ook eventjes neer. En dan roer ik dat lekker even goed door elkaar. En eigenlijk zijn dit gelijke delen boter en bloem. Nou, dan heb ik hier een bak met champignons. Die moeten ook eventjes in dunne plakjes gesneden worden. Dan is dat stukje mise en place ook ready. Wat gaat er dan nog meer in? Er gaat ook nog wat bleekselderij in, dus die zullen we zo ook nog heel even snijden. Het is echt best lekker hoor. Even de laatste drie champignonnetjes erbij. Zo, kan dat allemaal in de bak klaargelegd worden. Hoeplakee. Nou, dan heb ik hier een bleekselderijtje. En daar heb ik ook een vergietje bij. Je ziet het al. Er zit allemaal zand in zo'n stronk bleekselderij. Nou, de bleekselderij snijden we lekker in halve maandjes. En vaak zorg ik ervoor dat er geen blad bij zit. Als ik bijvoorbeeld een bleekselderij salade ga maken. Maar het is geen probleem om in de coq au vin wat van het blad van de bleekselderij erbij te doen. Kijk, zie je die kleine mini stukjes? Dat is gewoon het blad, want er zit heel stiekem tussenin. Zit blad van de bleekselderij. Nou, lekker laten zitten. Het geeft allemaal smaak af zo direct aan ons pruttelende pannetje met coq au vin. Zo. Nou, het hoofdingrediënt. En natuurlijk heb ik weer voor dijenvlees gekozen. Deze twee even omdraaien. Een lege bak. Mijn bordje met bloem, met peper en zout. Dan heb ik hier lekkere dijenvlees doormidden. En dan doe ik ze lekker even door het bloem wentelen. Zo.
En ik heb een receptje gekozen waarin het maar een uurtje hoeft te pruttelen. Maar als je dit nou thuis gaat maken, je kan het rustig 3 uur zachtjes laten pruttelen. Dan wordt het alleen maar zachter en zachter van. Dus dat is alleen maar plus plus voor dit gerecht. Slow cooking noemen ze dat ook wel eens, hè? Dat je het gewoon langzaam moet laten pruttelen en langzaam gaar moet laten worden. Helemaal heerlijk. Nou, intussen ben ik lekker even de kopjes van de charlottes aan het afhalen. Bij sommigen ook nog een kontje, want ik had ze wel allemaal al zoveel mogelijk gepeld. Alleen had ik de kopjes er nog op laten zitten. Zo. Hoppakee. Een kopje, kontjes ook nog een beetje. Nou, lieve mensen. Ik heb alles meegenomen wat ik denk nodig te hebben. Ik heb hier lekker een klont boter. Daar ga ik lekker wat van in de pan doen. Samen met wat olijfolie. Ongeveer 30 gram boter. En 2 eetlepels olijfolie. Gaan we even laten smelten. Doen we ook vast even een klont boter in mijn koekenpannetje. En daar gaat ook wat olijfolie in. Gaan we ook lekker laten smelten. Zo, dan pak ik er lekker even een knijper bij. Nou heb ik hier nog een pannetje staan zoals je ziet. Daar heb ik vast kippenbouillon in zitten. Ongeveer 1 litertje. Maar ik heb liever wat te veel dan dat ik zo direct extra bij moet gaan maken. En kijk eens. Ta-da-ta-da-ta. Dat gaat er allemaal in. En eigenlijk zou je er dan ook nog 50 milliliter cognac in moeten gooien. Dat ga ik echt niet doen. Volgens mij weer hartstikke teut, anders als het op is. Zo. Ik ga gewoon een paar dingen tegelijk doen. Zo. Wat ga ik allemaal tegelijk doen? Nou, ik ga lekker mijn charlottes natuurlijk een beetje karamelliseren. Ik ga mijn champignonnetjes gewoon lekker bakken. Mijn kippetje, die wordt ook lekker gebakken. Dus dat kan allemaal tegelijkertijd. Als je maar in de buurt van je fornuis blijft. En niet denkt van, oh, ik kan het huis wel even gaan stofzuigen. Of ik kan wel even ramen lappen tussendoor, want het moet toch 10 minuten pruttelen. Nee, lekker bij je pannetje blijven. Nou. Hier gaan we lekker wat dijenvlees inleggen. En zoals je ziet, past dat nooit allemaal tegelijk in mijn pannetje. Dus ik pak er gewoon zo direct een bak bij. En daar leg ik mijn gebakken kippetjes, die dus nog niet gaar hoeven te worden in deze pan. Ze hoeven alleen maar een klein beetje kleur te krijgen. Want straks dan gaan ze hier in deze grote pan, het is een beetje een soeppan, want daar kan alles tegelijk in. Daar kunnen zo direct de bleekselderij erbij en de champignons die gebakken zijn en de charlottes en de kip en de wijn en het uitje en de knoflook en dan kan het lekker een uurtje pruttelen. Zo, eventjes wat hoger. Zo, dan ga ik lekker hier mijn charlottes allemaal in doen. Die mogen gewoon lekker op een zacht pitje een poosje pruttelen. Nou, ik denk dat ik ongeveer 20 charlottes heb die lekker hier mogen pruttelen. En dan laat ik ze eerst even een paar minuutjes met rust. Doe ik er dan bruine suiker bij. Wordt helemaal lekker. Deze pan is ook lekker gesmolten. En dan denken jullie vast, nou Dree, doe dat eens in 2 keer of zo. Maar champignons, die slinken zo gigantisch. Straks past het er prima in.
Nou, hoe gaat het met mijn Charlotte? Dan gaan we lekker bruine bastardsuiker bij doen, zodat die lekker een beetje karamelliseert. Dan kunnen lekker de Charlotjes lekker zacht worden en lekker een beetje een zoeter smaakje krijgen. Helemaal top. Nou, het bijenvlees haal ik lekker uit het pannetje. Want we moeten, zoals je ziet, nog een paar keer wat bijenvlees aan gaan bakken. Nou jongens, het laatste rondje bijenvlees wat ik aan het bakken ben. Ik ga lekker deze grote pan op het vuur zetten. Doe ik weer lekker een klont roomboter in. Zo, hatseplat. Mag die lekker gaan smelten. En dan gooi ik gelijk vast de bleekselderij. Van de lawaaipapegaaien. En de ui bij. Kan dat lekker even fruiten. En als dat zo direct lekker eventjes gefruit heeft. Dan doen we de knoflook erbij. En de tomatenpuree. Maar dit laten we even glazig worden. Nou, alle kip is lekker klaar. Die is in ieder geval lekker. Is die aangezet, zoals we dat noemen. Die heeft een beetje een bruin kleurtje gekregen. Nou, de tomaat moet je mij nou horen. De uitjes en de bleekselderij. Die zijn lekker ook al glazig aan het worden. Dus dan doen we er lekker knoffie bij. Er zitten wel 7 teentjes knoflook, denk ik, in. Heerlijk. Doe ik de tomatenpuree erbij. Nou, mijn champignonnetjes die zijn nu helemaal goed. Dus ik ga die van de warmtebron afhalen. Hartstikke idee. Gaan we nog even een beetje roeren in de charlotjes. Die beginnen echt heerlijk te ruiken. Die zijn lekker aan het karamelliseren. Die krijgen net zo'n glimlaagje krijgen ze over zich heen. En nou is de bleekselderij met het uitje en de knoflook. Heeft wel lekker staan zitten pruttelen. En wat gaan we nu doen? Dan gaan we al deze kippetjes gaan we er lekker bij doen. Hoppakee, in de pan. Jij ook laatste. Jij denkt, ik blijf zitten. Maar daar trappen we niet in. Nou, dan roeren we natuurlijk ook eventjes door. Dan gaat die wijn gaat er lekker bij. En die kip, die moet echt gaan zwemmen in de wijn hoor. Zo, nou zit er 1,5 fles in. Gaat ze er nog één bij doen? Nou, niet helemaal hoor. Een halfje nog. Even kijken. Ja. Een halfje. Oh, heerlijk. En nou moet dit lekker aan de kook gaan komen. Intussen roer ik eventjes door mijn charlottetjes. Die hier lekker aan het karamelliseren zijn. Nou, dan heb ik natuurlijk ook bouillon. Die er ook bij gaat. Zodat het lekker onder ligt. En het ligt echt nu heel goed onder. Want je ziet de kippetjes bijna niet meer. Ja, je ziet ze erin drijven. Maar ze steken er niet meer bovenuit. En als het dan zo direct lekker kookt, dan doen we de charlotjes erbij. En dan doen we de champignons erbij. Oh. Kijk, de charlotjes die zijn bijna goed. Dan ga ik bij de charlotjes even lekker spekblokjes mee laten bakken. Ongeveer 250 gram spekblokjes. Dit begint lekker te pruttelen. Dus dat betekent dat ik eerst eventjes de champignons. Ik zal het eventjes de andere kant langs doen. Dan kan je ook nog wat zien op de film. Eerst de champignons er lekker bij doen. En als de champignonnetjes er dan bij zitten,
doen we ook lekker de charlottes, de gekarameliseerde charlottes met de spekjes er lekker bij. Heerlijk. Er komt er een lekker aroma vanaf. Echt yum yum yum. Nou, en dan hebben we nu eigenlijk al het werk gedaan. Voor nu. Want nu moet het pannetje ongeveer een uur gaan pruttelen op een laag vuurtje. Dus ik breng hem nog eventjes weer aan de kook. Want ik heb natuurlijk net de champignons en de charlottes erbij gedaan. Dus hij is dan eventjes weer iets verder afgekoeld. Maar als hij zo echt helemaal bubbelt, doe ik de deksel er lekker op. En dan zet ik hem op een iets lagere warmtebron. En moeten we een uurtje geduld hebben. Zo, dit heeft heerlijk een paar uurtjes hier geprutteld. Het kippenvlees is echt helemaal lekker zacht geworden. En de charlottes die zijn lekker zacht geworden. En er komt toch een heerlijke aroma vanaf weer. Het ruikt zalig. Dus zo, dan ga ik deze even aan de kant. Dan pak ik de pan even naar me toe. Pak ik er een grote garde bij. En dan ga ik er een paar plukjes boter met bloem in doen. En daar blijf ik gewoon bij. En ik blijf ook lekker roeren, dat het niet naar de bodem zakt en daar aan gaat zitten branden. Want het is de bedoeling dat het dan een beetje een lobbige saus wordt. Niet zo dik als ragout en niet zo dun als een gebonden soepje. Maar net een beetje ertussenin gaat zitten. Zo. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Lekker wijnerig, maar dat mag wel. Nou gaat alles lekker terug in de pan. Met beleid, want het is natuurlijk allemaal heet. Dus pas alsjeblieft op. Zo. Heb ik hier ook nog wat fijn gehakte peterselie, die ik er nog eventjes lekker doorheen ga doen, voor de kleur ook. Zo, een lekker bakje vol met coq au vin. En ik vind het persoonlijk gewoon lekker als je een broodje hebt, dan pik je gewoon lekker eventjes een stukje kip eruit, een beetje champignonnetje. En ik zie hier lekker een spekkie voor je bekkie liggen. En dan vind ik het al lekker om het gewoon zo Dat was wel een hele volle mond, hè? Maar dit is zo fantastisch lekker, jongens. Ik denk dat ik het vanavond lekker thuis ga eten. Lekker met aardappelpuree en haricot vers. Weet ik wel, dat zijn die hele dunne sperzieboontjes. Gooi ik er lekker wat extra peterselie en knoflook doorheen door mijn sperzieboontjes. Maar dit is echt fantastisch lekker. En je kan het dus heel divers doen. Met rijst, met een aardappelpureetje, gewoon lekker met een broodje, lekker soppen. Dat is altijd goed. Ik zeg bon appétit, au revoir, tot de volgende keer.